Thomas, hoe zou je deze avond willen omschrijven? Kut. Echt geen moment plezier gehad ook. Het was gewoon een hele vervelende avond. Dus met andere woorden, zwaar frustrerend? Ja, 100%. Ja. Wat lag dat dan vanavond aan dat het op de een of andere manier toch niet lukte? Ja, weet ik niet. Het is wel, we wilden echt gas geven vandaag. We hebben er alles voor gedaan in de voorbereiding. En het is er gewoon niet uitgekomen. Heracles wel goede ploeg, wisten we van tevoren. Maar we kregen er geen druk op. Eerste helft, ik vond ons te laag staan. En tweede helft zie je wel dat je wat hoger gaat spelen. En dan dat je ze gewoon onder druk kan zetten. En hun tot de lange bal dwingt. Maar het was gewoon niet goed genoeg van ons. Kan je zeggen dat het klassenverschil gewoon te groot was? Want een ruststand van 0-2 was nog een magere afspiegeling. Ja, misschien wel. We zouden even terug moeten kijken. Zo goed weet ik het ook nu niet te vertellen. Maar ja, het was wel frustrerend. En die paar mogelijkheden die je dan krijgt. Weet je, dan kom je nog eerst af en toe door op het middenveld. En dan is net de bal naar Severina niet goed om hem door te steken om een kans te creëren. Ja, het is gewoon een frustrerende avond. Ik zei net nog tegen Daryl, Werker. Twee momenten in de eerste helft waren in mijn optiek bepalend. De gele kaart voor de overtreding op Kemper, die in mijn ogen gewoon rood had moeten zijn. En de strafschopsituatie waar Daryl zelf bij betrokken was. Hoe heb jij die twee momenten ervaren? Ja, 100%. Nou, die van Boy weet ik niet precies. Kon ik niet heel goed zien. Maar die penalty moment, dat gebeurt ook schuin voor mij. En ik zie echt dat hij naar de grond wordt getrokken. En ik zeg het nog tegen de scheidsrechter, maar hij wil gewoon niet luisteren. Reageert hij dan? Of? Helemaal niet. Hij kijkt niet eens aan. Het is gewoon verschrikkelijk, sommige scheidsrechters. En... Maar goed, ik denk dat het daar niet helemaal aan heeft gelegen, hoor. Want we geven ook gewoon, denk ik, 3 goals weg. Want de 3 goals die ze maken, dat komt wel gewoon uit dat wij niet goed staan en persoonlijke fouten. Dus doodziek. Ik liet net het woordje frustrerend vallen. Is het ook niet frustrerend dat jij vanavond nagenoeg geen bruikbare bal hebt gehad? Ja, dat ook. Ik heb wel 1 corner gehad. Kom ik net te laat voor een man dat ik hem schamps. Dus volgens mij net naast. Ja, kijk, van zulke momenten moet ik het hebben dit jaar. En dat gaat er ook net niet in. Ik kom er volgens mij een paar centimeter naast. En dat is gewoon echt verschrikkelijk. Is het dan het gevoel wat je vorig seizoen had, in tegenstelling tot dit seizoen, heel anders? Ja, maar vorig seizoen was het sowieso anders. Vorig seizoen was ik eindstation. En stond ik hoog op het veld. Kon ik gewoon, waar ik sterk kan zijn, daar stond ik. En nu moet ik... Kom ik misschien veel in de meters maken en te veel in het verdedigende werk. En er zit wat minder voor de goal. En, nou, dat is al het hele seizoen en dat is gewoon dat is even anders. Deze wedstrijd was bepalend voor de derde periode. Nou, die kan je gevoeglijk afschrijven, wilde nog 1 wedstrijd te gaan dus, natuurlijk. Dan moet je je toch richten op die vierde periode en uiteraard de reguliere stand. Het gat is nu met nummer 9, want AZ telt niet mee. 5. Dat is 5 inderdaad. Maar goed, je hebt wat dat betreft nog geloof ik 11 wedstrijden te gaan. Tuurlijk. Het is nog niet gespeeld. En ik heb veel gekkere dingen gezien in de KKD, hoor. Dus je kan zomaar ineens vrijdag met de periode staan. Maar wij moeten ons gewoon focussen op onszelf. Want als wij niet optimaal zijn, dan verlies je kansloze wedstrijd. En dan win je ook niet bij Den Bosch. En dat zijn dingetjes wat we onszelf aan moeten rekenen. En, wij moeten gewoon zorgen dat we elke wedstrijd 100% zijn om punten te halen. Heeft de trainer al wat gezegd na afloop? Nee, nog niet. Komt morgen wel? Ja, ik denk het. Ik denk dat hij zo rustig de wedstrijd analyseert. En dan hebben we gewoon een nabespreking. Komende vrijdag en komende maandag weer 2 wedstrijden. Ja, je kunt weer aan de bak, want je moet uiteraard weer je herstellen. Ja, 100%. Dus geen excuses. We moeten gewoon gas geven de laatste periode. En hopelijk zit er een wondertje voor ons erin. Zit het een keer mee dit jaar ook. Dat wij misschien vrijdag stiekem die periode pakken. En anders gaan we vol voor de vierde periode of voor de top 8. Daryl, een duidelijke 0-3 nederlaag. Je kan niet zeggen dat het onverdiend is. Nee, zeker niet. Vandaag was Heracles gewoon een maatje te groot. En wij hebben er weinig tegenover gezet om het ze echt moeilijk te maken. Wat lag dat aan? Ja, met name aan de bal waren we niet doeltassend genoeg. Die laatste bal die was eigenlijk nooit goed. Waar we echt niet echt de kansen konden creëren. Ja, en de doelpunten gaven we wel iets te makkelijk weg. En daardoor kwamen ze al vroeg op voorsprong. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. Nou waren er 2 momenten in de eerste helft die bepaald waren in mijn optiek. De overtreding op Kemper. Daar gaf hij geel voor. Maar een rood had ook een juiste kleur geweest, denk ik. Ja, die jongen was te laat. En ik kan hem, misschien moet je wel een andere kleur kaart geven. Dus dat is wel een bepaald moment, ja.
was er ook nog een situatie, het stond al 0-2. Toen was er een situatie waar jij bij betrokken was in het strafschopgebied. Ik kon het moeilijk zien. Wat was er precies aan de hand? Ja, die bal kwam voor en ik wilde voor de man komen om die bal binnen te koppen. En voor mijn gevoel word ik gewoon weggetrokken. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Maar in ieder geval was het volgens mij wel een overtreding. En dan fluit je niet. En als je dan een penalty krijgt, je kan die aanzettingstreffer maken, zit je weer in de wedstrijd. En ja, dan zit het ook niet mee. Ben je geschrokken van het kwaliteitsverschil van vanavond? Ja, ik had eigenlijk wel gehoopt en verwacht dat het iets minder groot zou zijn. Maar het heeft wel aan hetzelfde gelegen. Want de ruststand was 0-2, maar een ruststand van 0-3, 0-4 had eigenlijk ook normaal geweest. Ja, nee, precies. De eerste helft was gewoon niet goed genoeg. En je ziet de tweede helft gaan we iets meer druk naar voren. Heeft Heracles iets moeilijker. Maar de echte grote kansen voor ons blijven ook uit. En dat is wel jammer. Wat dan extra zuur maakt in mijn optiek. Sonny Stevens stond gewoon een hele goede partij te keepen. Alleen die 0-2, ja, dat is dan toch het lot van een keeper die dan op dat moment verkeerd ingrijpt. Ja, nee, precies. Sonny heeft een hele goede redding gehad. Als een keeper een fout maakt of een verdediger ook, dan is het vaak een doelpunt. En dat was natuurlijk wel een slecht moment voor ons. Maar ja, dat gebeurt, ja. Kleedkamer, zoek je dan op in de rust. Wat zegt de trainer? Ja, om iets meer druk vooruit te proberen uit te oefenen. Dat we iets hoger op het veld de bal kunnen veroveren. En je ziet 2-11 gebeurt het ook vaker. Maar wat ik zei, het was niet goed genoeg vandaag om het echt moeilijk te maken. Er was één moment in die tweede helft bij een stand van 0-2 dat je de aansluitingstreffer had kunnen maken. Joël Swartz, je had de mogelijkheid. Ja, dan moet het even meezitten op dat moment. Ja, precies. En nog een kopkans van Thomas volgens mij, die net naast gaat. Ja, als hij erin gaat, dan kun je weer krijgen, gaat het publiek erachter gaan en dan kun je weer door. Maar het zat er niet in. Hoe hard komt deze klap aan? Ja, wel hard, maar we gaan gewoon door en we hebben nog genoeg wedstrijden. De derde periode zal nu moeilijk worden, maar een top 8 plek die moet ook, geeft ook play-offs. Dus daar moeten we vol voor gaan en nog veel wedstrijden om ons te revancheren. Ja, dat zijn dan 5 punten gezien de huidige stand in de reguliere stand dat je achterstaat op plek nummer 9. Maar goed, AZ moet je natuurlijk niet rekenen. Dat is dan een nak uit mijn hoofd. Ja, wat dat betreft, je geeft zelf al aan, er zijn nog zat wedstrijden. Ja, nee, precies. En natuurlijk, het begin van het seizoen hebben we al veel punten verspeeld. Dan zie je dat toch nog redelijk dicht bij de play-off plekken kunnen komen. En de wedstrijd die we voorgespeeld hebben, die moeten weer op die voet doorgaan en nog genoeg punten kan pakken. Je maakte vanavond je opwachting in de basisveld omdat Finn van Bremen geblesseerd was. Hoe heb je het zelf ervaren vanavond? Ja, en natuurlijk afgelopen donderdag ook mogen spelen. En natuurlijk lang niet gespeeld en dan meteen 2 wedstrijden in de week is meteen weer aan de bak. Ja, maar natuurlijk voor mij lekker dat ik weer kan spelen. Ik kon lekker in de duels komen. Aan de ballen had het eerst zelf iets moeilijker. Maar voor mij wel fijn om weer te spelen. Tot slot, met wat voor gevoel ga je nu naar huis? Ja, natuurlijk teleurstellend gevoel. Want je had meer gehoopt en verwacht eigenlijk. Maar we gaan weer met frisse moed vooruit. En is er niks verloren dit seizoen.